Het is Dierendag. We gaan onze diertjes eens een lekker duurzaam verwennen. 52 weken duurzaam. We gaan het gewoon doen. Nee, we gaan het deze week niet hebben over het voer van je huisdier. Alhoewel vegan voer wel bestaat en ook prima kan. En nee, we gaan het ook niet hebben over de vele, vele dieren die worden geslacht om dagelijks te worden opgegeten. Binnenkort hebben we een vegan week uitdaging zonder vlees, vis of zuivel. Waarin deze god je gaat uitleggen hoe je dus ook zo'n lichaam kunt krijgen zonder dierlijke eiwitten. Waar deze week dan wel over gaat? Deze week gaan we zorgen voor de allerkleinste. Goed zo, gooi maar op de composthoop. De allerkleinste diertjes dan. De insecten en de wormpjes. Want deze lieve diertjes hebben een heus minderwaardigheidscomplex. Ze worden weggeschoffeld, weggeveegd. Oh, stop! We gaan de tuin dus niet winterklaar maken. Winterklaar? Nou, hij bedoelt dus dat wij de tuin lekker rommelig laten. Zodat de diertjes zich kunnen verstoppen voor de kou. We gaan een composthoop maken. Of een wormenhotel of een bokasje op het balkon. Zodat ze kunnen genieten van ons groente, fruit en tuinafval. Hallo. En wij weer van de mooie aarde die ze ervan maken. Kijk, het zwarte goud. 52 weken duurzaam. We gaan het gewoon doen. Moet oma het doen? Of wil Lukke het doen? Goed zo. Gooi maar op de composthoop. Dat is een beetje te vroeg. Ietsje verder.